LVV werkt aan opheffen tekort veeteeltdeskundigen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is menens het tekort aan veeteeltdeskundigen in ons land op te heffen. In dit kader doet een aantal medewerkers van het ministerie ook de studie Animal Production en Health Technology op het Polytechnisch College Suriname. Een groep van 17 studenten, waaronder 11 LVV-medewerkers, heeft vrijdag 2 augustus een veldbezoek gebracht aan het visbedrijf Suri Fish Farm NV te Stolkertsijver in het district Kommewijnen. Dit geschiedde onder leiding van praktijkbegeleider Deepak Boudou, tevens waarnemend hoofd aquacultuur van LVV. Het bezoek stond in het teken van het praktisch gedeelte van het vak Aquaculture Production and Management van de voormelde studierichting en had als doel het theoretische gedeelte terug te zien in de praktijk. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.